Wat me opvalt aan jouw programma en ambities is dat je het Vlaamse werk laat liggen en nu vol voor de heuvels gaan. Kun je uitleggen van waar die switch? De oplettende lezer, kijker, die heeft ook wel gezien dat ik vorig jaar al een pak minder Vlaamse klassiekers heb gedaan. En ja, samen met de staf hier zijn we wel overeengekomen om te proberen daar gewoon iets meer te focussen op de wat lastigere koersen. En hoe erg kijk je er naar uit om in die koers voor eigen kansen te kunnen rijden? Ja, ik denk dat we gewoon een hele leuke groep hebben met veel jonge renners, maar ook zonder echt uitgesproken kopman. Dus dat er voor iedereen een vrije rol is, waaronder ook voor mij. En dat is gewoon leuk om in die koers zo aan te vangen. Hoe zwaar heeft dat meegewogen in je beslissing om Jumbo te verlaten voor een andere ploeg? Dat was natuurlijk vrij beslissend in mijn keuze om iets meer uit een dienende rol te gaan en iets meer een vrijere rol op te zoeken. Grote ronde dit jaar, is dat nog iets wat op de planning staat? Hoop ik wel. We rijden er maar twee natuurlijk, omdat we de Giro skippen zoals wel bekend is. En hopelijk kan ik mijn opwachting maken of in de Tour of in de Vuelta. En dan ook eindelijk in het voorjaar de Amstel Gold Race. Je thuiswedstrijd toch wel, hè? De plek waar je woont en waar je veel over die wegen traint. Ja, die je nog nooit hebt kunnen rijden. Nee, helaas niet. Ik woon inderdaad al 5 jaar vlakbij Maastricht. En daar kijk ik wel naar uit. Helemaal nu, dit jaar dan in het rood en blauw, dan voor het eerste reis. Hartstikke leuk. En kijken wat daar de limieten zijn. Voorlopig geen Mathieu van der Poel, geen Wout van Aert op de wedstrijdprogramma van Duitsland. Speelt dan nog ook bij je mee? Nog misschien wat meer kansen voor een heel kort resultaat? Nee, zeker niet. Nee. Die mannen kunnen soms ook een koers weer anders bepalen. Dus dat was niet beslissend om daar wel of niet te rijden. Je hebt hier een mooi Nederlands shirtje gekregen, maar vooral ook die fiets. Hoe blij ben je ermee? En twee, heb je die zelf uitgekozen in deze kleurstelling? Ja, nee, zeker. Dat is een hele leuke waardering vanuit de ploeg en ook vanuit Ridley om die fiets te maken. Daar hebben we samen met Ridley hebben we die samengesteld. En ja, het is natuurlijk een gedurfd exemplaar om volledig rood weer blauw te gaan. Maar ik denk, ja, die kans heb je 1 keer en ook vaak heb je die keuze niet. Dus dat is leuk om daarvoor te kiezen. Er is nog wat fine-tuning aan de laatste puntjes. Maar voordat het seizoen komt, gaat die helemaal in orde zijn. Welke koers hoop jij er? Is het de eerste koers waar je er hoopt te staan? Ja, ik begin over twee weken al in Mallorca. En daar gaan we zien hoe de vorm is. En dan volgen de koers elkaar rap op. En hopelijk met mooie resultaten. Met dan een grote cirkel om die Ardennen klassiekers. Ja, om de Amstel onder andere inderdaad.